Ik heb een seizoenkaart van Feyenoord. En ik kom niet uit Rotterdam, ik kom uit Den Haag, maar heel veel Feyenoord-fans die komen helemaal uit het hele land. En dat is heel mooi, dat is het echte trouwe legioen. Ik ben tegen Feyenoord City. Het kost Feyenoord 440, 450 miljoen en u weet net zo goed als ik, iedereen weet dit, een project wordt altijd veel en veel duurder en je mag blij zijn als het boven de 500 miljoen is. Ik zeg, gaat de Kuip renoveren, bent u veel goedkoper uit. U kunt er een derde ring op zetten en het stadion gaat misschien nog 20, 25 jaar gaat dat mee. Veel en veel mooier. Dan heb ik de seizoenkaarthouders worden met Feyenoord City een stuk duurder. De los voorverkoop van de kaarten wordt een stuk duurder. Het gewone normale legioen bestaat uit gewone man en vrouw die nu op het ogenblik met veel moeite nog een seizoenkaart kunnen kopen. Maar als Feyenoord City er is, dan wordt het veel duurder, wordt het onbetaalbaar en wordt Feyenoord City enkel maar voor de rijken. Ik zeg stop dat Feyenoord City. En u kan het ook zien met open dag. Als de mensen naar Feyenoord komen, ze komen voor het stadion. Ze hebben het even 2-3 maanden gemist. En dan zien ze de Kuip en dat vinden ze schitterend. En ze willen niet anders als die Kuip behouden. Heel veel mensen zijn voor de Kuip. En ik moet er niet aan denken. Stel je voor dat zo'n stadion komt als in Amsterdam, als 020. Dat is toch verschrikkelijk. Een Kuip, dat is onvervangbaar. De sfeer is er al. Als de tegenstander in het stadion komt, dan staan ze al met 1-0 achter. Zo is het gewoon. En Feyenoord City komt ook nogmaals in het bezit van Amerikanen. Een schandaal. Amerikanen die willen enkel maar, die zetten er geld in en die willen geld terugzien. 400-500 miljoen, dat is een ontiegelijk groot bedrag. Voor de gewone man en vrouw wordt het onbetaalbaar. En daarom zou ik zeggen tegen de mensen die hier voor Feyenoord City zijn, haal die dollartekens uit die ogen, stop Feyenoord City. Kom voor de gewone man op, kom voor het gewone Feyenoord legioen op en daar ben ik het wil houden. Willem van Hanegem zei zo'n 2 jaar geleden op tv, ga er niet zitten. Zou u er gaan zitten? Ik zal nood van zijn leven naar Feyenoord City gaan. En ik denk dat de meeste voor heel veel mensen dat telt, want het wordt onbetaalbaar. 500 miljoen, wat het gaat kosten en misschien nog meer, dat moet terugkomen, dat geld. Amerikanen geven geen geld weg zomaar. Die willen geld terugzien. En de gewone man en vrouw die gaat dat betalen en dat is het trouwe Feyenoord legioen die actie voeren voor het behoud van de Kuip.